De glijdens had Jood Roenom in Friesland voor ongelukken zorgen. In totaal gaat het om 15 ongelukken in de provincie. Op de A7 bij Ter Wispel rekt een vrouw met de auto in de sleet. Ze werd onderkwollen en is naar het ziekenhuis gebracht. Op de Waardwijk bij Drachten rekt een vrachtwagen van de dijk. Rijkswettersteed had sinds gisteren volop in actie geweest om de glijdens met 21 struiwagen te bestrijden. Ook provinciale wettersteed, die verantwoordelijk is voor de provinciale dijken, moest hem vannacht en van de morgen opscherpje. Nou, dit is de eerste keer deze winter dat we weer ijzelvorming hebben. En het begon deze keer met sneeuw. En de deur ik ongeveer 10 uur schouw van morgen. En dan begon het te rijden, dus maar ijzel. Dus dat is wel even interessant. Om eind van de morgen waar het waar in Friesland beter. Toch zit het werk er de komende oren nog net op voor provinciale wettersteed. Van vanjoen stond er opklaringen om te komen. En ja, de opklaringen dat zijn dan opfriezing. Dus dan zullen we weer eens even strooid worden met